Wat dachten jullie toen jullie hier binnenkwamen in de receptie? Wat dacht jij, Carla? Wat een knoeper. Wat een knoeper. Ja, het is schitterend. Beelderig. Het is bijna overdone, mag ik wel zeggen. Maar dat kan geen kwaad als je hier niet langer dan een anderhalf jaar zit. Nee, het is geweldig. Echt wel heel mooi. Wat maakt dit hotel en deze plek zo fijn om te vertoeven? Wat zit het er specifiek in? Ja, wat vind jij, Carla? Overdadige oase is het. Ja, van luxe, ja. Comfort. En de vriendelijkheid van de mensen. Gastvrijheid. En je moet oppassen dat als je je glas neerzet en er zit niks meer in. En je keert je om of je knippert twee keer met je ogen dat hij weer vol zit. Dus daar moet je voor oppassen. Moet je wel een beetje pletten. En als je niet uitkijkt en je bent hier lang genoeg, dan kom je in plaats van, als je binnenkomt met 80 kilo qua gewicht, dan ben je gauw 90 als je hier weggaat. Dus daar moet je ook voor oppassen. Hè? Het eten is fantastisch, hè, Kar? Ook. Ja. Dus. Jullie hebben natuurlijk een zwaar jaar achter de rug. En dit is eigenlijk jullie eerste echte vakantie sinds dat allemaal achter de rug is. Hoe is het om na zo'n zwaar jaar er weer eens even echt uit te zijn? Ja, dat hadden we eerder moeten doen. Dat is duidelijk. Ja, nee, is goed. Ja, maar stond je hoofd ook niet na. Dus het is lekker zo. Ja. Het ruimt op. Het is een goede plek om buiten te komen. Ja. Kun jij kort vertellen wat voor jaar je achter de rug hebt? Ja. Ja. Het is nogal wat. Ik bedoel, operatie. Hartoperatie. Helemaal weer hersteld. Toch mensen in de familie ontvallen zijn. Ook dat gebeurt. Het leven gaat door. En nog meer van dit soort dingetjes. Dus niet echt leuk. En dat neemt toch wel een beslag op je. En dat verhindert je ook om aan vakantie te denken. Maar dat ebt weer weg. Hè. Niet dat het weg is, maar het gaat langzaam maar zeker. Krijg je weer plaats voor andere dingen. Je hebt natuurlijk kantje boord gelegen omdat je tijdens de operatie een hartinfarct kreeg. Je hoort vaak mensen zeggen, als je daar toch zoiets overkomt, dat je anders gaat leven. Meer gaat genieten. Is dat zo? Nou, de vraag was aan jou. Ja, het is jou overkomen. Wat vind jij? Ik heb het niet meegemaakt. Nee. Je gaat bewuster genieten van kleinere dingen ook. Ja. Dus je bent bewuster met dingen bezig. Niet elke keer, maar toch wel. Dat je denkt bij jezelf, oké, dit moment pak ik. Maar ik weet niet, tuurlijk, maar ik weet niet, mensen die niet ziek geweest zijn, die zullen dat ook wel krijgen, denk ik, op een bepaalde leeftijd. Dus ik denk, jongens, er vallen zoveel mensen om me heen weg. Laat ik eens genieten van, morgen hoeft er niet meer te zijn. Niet dat ik er elke dag aan denk. Alleen, als je dan inderdaad in het ziekenhuis hebt gelegen en het is een beetje tegengevallen, dan ga je er wat eerder aan denken. Maar voor de rest huppel ik gewoon vandoor, hoor. Ik bedoel, ik ben de vrolijkheid zelf, of niet? Ja, ze zegt ja. Ja. We gaan zo staan, dan kan je misschien moeten we zelf ijsjes maken. Als het ooit eens misgaat, dus dan kan je zo'n ding erin maken, weet je wel. Een strijdslijn. Voordat je Onassis aan het spelen bent. Onassis, ze hebben mijn boot. Ja, ze hebben mijn boot gestolen. Dat doe ik wel. Ze hebben mijn boot gejat. Ik denk dat je wat vaker van dit soort dingen wilt gaan doen. Dat je de krent uit de pap op deze leeftijd er misschien wat meer uit wilt halen. Ja. Ja, dit is subliem. Maar het hoeft niet altijd zo subliem te zijn om er ook waarde aan te ontlenen. Nee. Het kan ook in kleinere dingen zitten. Nee, ik hoef hier ook geen weken te zijn. Het is leuk om er even wat geproefd te hebben. Maar we hebben een heerlijk huis. We hebben lieve dieren thuis. En we hebben een lekkere omgeving. Dus we hoeven niet echt weg. Maar als het zich voordoet, gaan we dat zeker doen. Nou komt er een mooi moment aan, want volgend jaar zijn jullie 25 jaar samen. Kun jij nog eens uitleggen waarom dit de vrouw van jouw droom is? Gaan we hier doen. Nou, dat kun je toch wel zien waarom dat de vrouw van mijn droom is. Of wil je het feestje hier geven? Ja, hier. Nou, dan halen we de hele familie, man. Ik heb 80 halen weer naartoe. Ja. En dan kan ik meteen in de bijstand. Nee, het is... ja, 25 jaar. Het is toch een lustrum? Jubileum. Een jubileum. En het is nogal wat. Gouden jubileum. Toch wel 25. Ja. En het is hartstikke leuk gegaan na 25 jaar. Nooit ruzie gehad. Nee, nee hoor. We hebben wel eens een meningsverschilje, maar dat komt overal voor. Het is doodnormaal. Lijkt me ook wel fris. En voor de rest, we gaan lekker. En we hopen er nog minstens 20 jaar vast te plakken. Ik bedoel, we houden elkaar lekker in evenwicht. Ik bedoel, ik heb het ook wel nodig om een beetje tegenwicht te krijgen. En hij ook.
zijn heel erg verschillend, maar daarom is het denk ik ook oké voor het. Het is leuk om altijd te kunnen zeggen in zo'n gesprek, je hebt een nieuwe single uit, want je hebt een nieuwe single uit natuurlijk. Die gaat lekker, denk ik. Ja, het is een geintje, een grapje. Wij zijn de mannen, een leuk ding. Een beetje met een vette knipoog. Niet te lang bij stilstaan, het is gewoon een leuk gezellig liedje. En we gaan rustig verder, we zijn weer al bezig met nieuwe opnames. Dus dat dendert wel door, joh. Daar ben ik heel tevreden over dat ik dat nog steeds mag doen. Heb jij nog doelen voor jezelf? Over 5 jaar wil ik dat toch wel gedaan hebben nog? Nee, niet echt. Ik heb zoiets van wat op mijn pad komt, zie ik wel. Het is allemaal meegenomen en ik vind het heerlijk om te kunnen blijven zingen. En de stem zit er nog en ik hoef niks in te boeten, geen hoogte, niks. Alles is er nog en zolang het publiek mij wil zien en horen, dan ben ik er. Nou, tot slot, ik denk dat jij een van de mooiste plekken om op te treden, als je het een optreden mag noemen, deze week gehad hebt. En dat was natuurlijk in de Arena hier in Turkije. Dat is een grapje. Het was in een oude steenklomp. Hè? Dat was, nee. Het was zo'n openluchttheater. 2000 jaar oud openluchttheater. 2000 jaar. Fuego gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. En daar is het zo gebouwd dat je vroeger vooral, hadden ze nog geen geluidsinstallaties, dat je daar zonder iets moest doen. Dus ik heb even getracht om te kijken van hoe klinkt dat ongeveer. En toen, iedereen is dus doodstil hier. Maar zo klonk het ongeveer ook in die, en de stenen rolden onder beneden. Dus ik dacht, nou, het is een hele goede akoestiek hier. Ja, een grapje. Maar ik heb een redelijke volumieuze stem, mag ik wel zeggen. En dat kwam ook aardig tot uiting, toch? Dat was goed te horen, toch? Ja, dat was goed te horen. Ja, en je wordt ook redelijk wat herkend hier in Turkije. Ja, daar schrok ik van. We stapten hier binnen en er kwam meteen iemand toe. Hey, are you Mr. Benkramer? Ik dacht, hoe kan dat nou? We zijn van de week nog even locatie geweest in de oude stad. We gingen een fotootje nemen bij een restaurant. Ja. En ik kwam daar een Turk naar buiten en you are Mr. Benkramer. Nou, dat staat er wel even raar te kijken, toch?